Welkom bij Vesters Thuismenu nummer 27. Vandaag gaan we iets maken met wildzwijn. Patrijs, het hoofdgerecht is ree. Ik doe de terrine, die is het voorgerecht. Die ben ik aan het maken hier samen met ons nieuwe kijkcijfer kanon Oulash. Hallo, ik ben de Oulash Kaya en ik ben blij dat ik hier mag werken en dat ik samen met chef terrine mag maken. We beginnen eerst met het verwerken van het vlees en koud houden van het vlees. Dat is het belangrijkste. En daarna gaan we de vlees doorhalen en dan gaan we stappen verder maken. We hebben de bereidingen gedaan van het vlees en de andere producten. We gaan alle ingrediënten fijn draaien. De kip die gaat heel fijn en dat wordt een soort van de binding van het vark. De buikspek die blijft in wat grovere stukken, net zoals de kippenlever en de eendlever. En dan gaan we het mengen. Wij gaan het hoofdgerecht afmaken en het gerecht is reestoof met reefilet. Daarbij hebben we aardappel, rode kool puree met gember en dan hebben we rode kool en aardappelgratin en rode wijntje. In eerste instantie zet je even een pan met water op dat ongeveer 75 graden is en daar hang je de puree in. En daarna doen we de oven op 150 graden, dat doen we voor het vlees. Het vlees is een mooie delicatesse, die we moeten niet te hard gaan bakken. Ik heb de puree in een badje met warm water gehangen. Die kan je rustig laten sudderen. Pannetje met reestoof en de rode kool. Laat je op een laag vuurtje rustig warm worden. En de rode wijntje kan je ook alvast opzetten. Niet te ver, het moet niet gaan inkoken. Op een laag pitje alsjeblieft. Ondertussen dat de pannetjes opstaan. Gaan we twee borden, ligt eraan met hoeveel persoon je bent, en de ovenschaaltjes in de oven zetten. Het belangrijkste stukje is het reebakken van de ree. Zorg ervoor dat de pan goed heet is en de olie erin. En dan rustig een stukje vlees erin. Niet aanraken. Dat is een gouden tip. Even heel kort bakken. Naar de andere kant. En dan haal hem even van het vuur eraf. Dan kan je de rest van de olie wegschieten. Ja. En dan pak je een beetje boter, die gooi je in de pan. Op een laag pitje. En dan pak je een stukje vlees. En die kan even terug in de pan. En die doe je even op allebei de kanten even kort laten sudderen. En dan mag je op een hoog schouder. De pan van de vlees kan terug op het vuur en dan mag de rode wijn zuur mag je daarin afblussen. Even kort laten sudderen ook. Zorg ervoor dat je goed roert door het pannetje van de ree en de rode kool. Ondertussen mag je de vlees in de oven zetten op 150 graden.